Diepe zucht, begroting rond? Diepe zucht en inderdaad, de begroting is rond. Het is natuurlijk best een hele klus geweest om hem rond te krijgen. En dat doen we dit jaar, voor 2019 praat ik er dan over, met ja, eenmalige oplossingen en structurele oplossingen. En daarmee krijgen we hem ook rond. Het grote pluspunt vind ik wel dat we ook een aantal dingen die de coalitie wilde ook kunnen uitvoeren. Dus de veegwagen kan gekocht worden. startersleningen gaan we doen. En we gaan beginnen met de stadsmakelaar. Dus dat zijn positieve dingen. Um, maar ja, we staan natuurlijk wel voor de komende jaren nog steeds voor een flinke opgave. om uh, een tekort, wat uiteindelijk van 2020, laten we zeggen 4,5 ton is. in 2022 oploopt naar 1,3 miljoen euro. Daar zullen we toch nog met elkaar echt hele fundamentele keuzes moeten gaan maken. Wat gaan we nog wel doen en wat niet? Of iets op een andere manier. Want dat uh, meerjaarperspectief moet nog sluitend worden. Um, maar ik, dan... snap, ik snap iets niet. Um, er was geen geld, uh, toch wordt er weer uh, van alles uit de kas getrokken om te gaan realiseren. Dat is natuurlijk mooi, maar hoe zit dat? Nou, kijk, wat je doet is op het moment dat je een begroting aan de hand van de perspectiefnoten en de cijfers gaat verwerken, hè, dan, dan, dan zie je dus dat, uh, dat, dat sommige dingen meevallen en sommige dingen tegenvallen. Dat is, het is een enorme begroting, hè? we praten over 120 miljoen. Um, dus dat. dat het wordt steeds duidelijker als je echt gaat begroten. En vervolgens kun je ook met elkaar kijken van en wat kan ietsje, ietsje minder en wat hoeft niet. En dat hebben we gedaan. En, en daardoor kun je uiteindelijk komen tot een plus. Um, het was een andere manier van begroten. Dat vertelde u zojuist in uh, het persgesprek. Um, wat is er anders? Nou, we hebben iets, uh, een, uh, iets belangrijks uh, gedaan. We hebben eigenlijk ieder jaar vastgesteld dat we een, een fors tekort hebben op het uh, sociaal domein. En dat loopt eigenlijk altijd wel behoorlijk in de miljoenen. En op het moment dat dan de jaarrekening komt, sluit je de jaarrekening af met een, een groot tekort. En dat tekort moet dan worden gedekt uit de algemene reserve. En dan zie je ook dat je weerstandsratio daalt. En de weerstandsratio is, is, datgene, is een bedrag wat je nodig hebt om risico's te kunnen opvangen in een stad. Um, wat we hebben gedaan is, uh, we hebben het budget van jeugdzorg opgehoogd, want dat, daar liggen de grootste problemen. En uh, daar hebben we 3 miljoen bij opgeplust. Uh, en op het moment dat daar dus het tekort weer terugkomt, hebben we het al betaald. Waarom is dat in het verleden niet uh, toegepast? Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is om, om met elkaar vast te stellen dat het uh, tekort structureel is. En op het moment dat je dat weet, dan moet je je ogen niet sluiten. Dan moet je ook dat geld, het budget, ophogen. En uh, daarmee uh, voorkom je dus dat je aan het eind van het jaar alsnog die rekening moet betalen uit je reserve. Heeft dat vorige college dan wel de ogen gesloten? Nee, ik denk dat je dat zo niet moet zien. Het is gewoon een, een periode van ervaring. In 2015 hebben we het sociaal domein gekregen. En we zitten nu in 2018, we zijn bezig met de begroting 2019. Ik zou zeggen, de ervaring heeft ons gebracht dat we het verstandig vinden om dit nu te gaan doen. En die raad die moet uh, samen met het college gaan zoeken naar structurele. Uh, maatregelen, want in de toekomst blijft dat tekort wel bestaan. Uh, hoe gaat dat proces verlopen? Nou, wat we uh, gaan doen, is ook samen met de Raad natuurlijk uh, heel erg goed kijken op welke beleidsterreinen uh, zou je maatregelen kunnen nemen. En dan is het denk ik ook heel erg belangrijk dat we dan met elkaar goed in beeld hebben en als je zo'n maatregel neemt, wat betekent het dan? Een maatschappelijk effect, wat betekent dat voor de mensen in de stad? Uh, en zijn we dan bereid om die keuzes te maken. Maar dat we keuzes moeten gaan maken en dat die fundamenteel zijn, dat is wel duidelijk. Uh, krijgt Tiel uh, nog een tik op de vingers van de provincie? Nou, een tik op de vingers denk ik niet. Ik denk wel dat de provincie uh, zich zorgen maakt over het meerjarenperspectief. Op zich begrijpelijk, want ja, dat doen wij natuurlijk zelf ook. Uh, aan de andere kant uh, is natuurlijk het verhaal best wel simpel. Als we geen sociaal domein zouden hebben, hadden we als Tiel ook geen probleem. Maar we hebben wel het sociaal domein en we hebben dus het probleem.